Philippe Remarque, we gaan praten over de voorverkiezingen voor de Republikeinen, de kandidaat. We doen dit allemaal omdat het het jaar van de verkiezingen in Amerika is. Officially announcing that I am a candidate for president. As a candidate for president of the United States. I'm a candidate for the office. I'm ready. Het is, Philip, een harde strijd. Op het gemeen af. Wie is het gemeenst? Nou, ze zijn allemaal een beetje gemeen. Dat hoort ook zo. Dit is al in de Thomas Jefferson, een van de oprichters, founding fathers van Amerika. Toen die in 1800 streed met John Adams, ook een van die founding fathers. Hij is nu zeer gerespecteerde lieden. Toen huurde Thomas Jefferson een schrijver in om in geheim om zijn tegenstander zwart te maken. En die tegenstander die liet weer geruchten los dat Jefferson het met zijn slaven zou doen op zijn landgoed. En zo ging dat dus toen al en dat is altijd gebleven. Dus dit hoort erbij, elkaar zwart maken. En soms zijn het ook heel reële verwijten die sappig aan het publiek worden. Tegenwoordig hebben we natuurlijk de campagnes op de televisie. Laten we even kijken naar een paar fijne gemene dingen. Mitt Romney, he's changed his position on a number of issues. Who is this guy? Can you trust him? Newt Gingrich. This guy hasn't got skeletons in his closets. He's got a whole graveyard in there. You remember Mitt Romney? He invented Obamacare before he was against it. You remember? Well, that's what we did in Massachusetts. The president's copying that idea. I'm glad to hear that. Obamacare is bad news. Ever notice how some people make a lot of mistakes? There's probably a mistake. I made a mistake. I've made mistakes at times. Haven't we had enough mistakes? Rick Perry helped lead Al Gore's campaign to undo the Reagan Revolution. Now, America must decide who to trust. Al Gore's Texas cheerleader or the one who stood with Reagan. Ja, die laatste man is Ron Paul. De oudste deelnemer, geloof ik ook, hè? 76 of zo, geloof ik. Ja. Hoe kan het dat hij ook nog zoveel populariteit heeft bij jonge mensen? Nou, hij heeft een heel afwijkend soort programma, heel libertair. Hij vindt dat de staat zich eigenlijk nergens mee moet bemoeien. Hij wil ook de centrale bank afschaffen, bijvoorbeeld. Hij wil alle Amerikaanse soldaten uit het buitenland terughalen. En, ja, het is een beetje hip om voor hem te zijn. En, dat heeft grote gevolgen gehad op internet. Daar worden ook hele campagnes voor hem gevoerd. Dat was vorige keer ook al en nu heeft dat redelijk succes. Maar het zijn wel heel extreme standpunten die hem eigenlijk zeker maken dat hij nooit president kan worden. Maar misschien wel een onafhankelijk kandidaat kan worden. Nou ja, dat heeft hij gesuggereerd een tijdje geleden. Dat als hij nu niet de Republikeinse kandidaat wordt, dat hij zich dan als derde kandidaat in de race meldt. Nou, dat zou voor president Obama een geschenk zijn. Want dan verdeel je de tegenstander. En hij heeft geld genoeg om dat te doen? Nou, hij is niet heel rijk, deze man. Maar dan kan hij wel. Hij heeft wel al veel geld nu bijeengebracht. Dus hij heeft wel mensen die hem steunen. Iedereen popelt om zo conservatief mogelijk te zijn van die conservatieve kandidaten. Je zou zeggen, je verdeelt het een beetje op vleugels. De ene is wat gematigder, de andere staat wat dichter bij de democraten. Maar iedereen is in deze fase van de strijd alsof ze de Tea Party aanhang volledig tot zich willen trekken. Ja, en weet je waarom dat komt? Omdat in de voorverkiezingen zijn het altijd de gezworen partijgangers die naar de stembus gaan, die meedoen aan die verkiezingen. En dus moet je nu zo recht mogelijk in de leer zijn, zo conservatief mogelijk. En dan zie je dat Romney zich in allerlei bochten wringt om zijn gematigde zijde een beetje te ontkennen. Maar je kan ook niet te ver gaan, dan krijg je allemaal dit soort spotjes tegen je. En zodra hij de kandidaat is geworden, dan zul je zien dat hij een enorm end naar het midden gaat schuiven. Want dan moet hij met Obama strijden en de verkiezingen worden gewonnen in het midden. En dat gaat overigens van de linkerzijde net zo met een democratische presidentskandidaat. Die is ook linkser in de voorverkiezingen dan die in de algemene verkiezingen is. Daarom is Obama zo tegengevallen eigenlijk toen hij president werd. Nou, voor sommige fanatieke linkse aanhangers wel. Die dachten dat hij alles zou gaan doen wat hij in de voorverkiezingen had beloofd. En ja, dat is natuurlijk niet zo. Santorum sluiten, om maar wat te noemen. Ja, maar dat is heel erg moeilijk. En bovendien is daar ook 70% van de Amerikaanse bevolking tegen. En het congres staat het dus niet toe. Het zijn hele moeilijke dilemma's. Het is niet zo dat Obama zomaar zijn verkiezingsbelofte niet heeft gehouden. Hij heeft wel degelijk wat geprobeerd. Maar... Kun je nu zeggen dat het spel al een beetje gespeeld is en dat Mitt Romney gewoon de kandidaat wordt? Nee, dat zou ik nooit durven zeggen, want je weet gewoon niet hoe het loopt. Deze dag, 4 jaar geleden, aan de vooravond van de verkiezingen in New Hampshire... dat ging toen tussen Obama en Hillary Clinton... En Obama had in Iowa groot gewonnen en was gedoodverfd om weer te gaan winnen. En toen kreeg je die snik van Hillary op deze dag en de volgende dag won zij groot in New Hampshire. En die race heeft toen nog maanden geduurd. Dus er kan altijd iets gebeuren. Maar Romney is wel gedoodverfd om hier te winnen. Hij staat in de peiling iets van 20% voor de volgende kandidaat. Maar als ze nou een tweede plaats sterk doorkomt... Die zich dan weer in de volgende voorverkiezing in South Carolina verder kan ontwikkelen... dan kan het nog moeilijk worden. Wie zou dat kunnen zijn eigenlijk? Wie zijn namen die we moeten onthouden? Nou ja, een buitenstaander die nu misschien een kans heeft in New Hampshire... is John Huntsman. Dat was ambassadeur in China onder Obama. En is een oud-gouverneur van Utah. En dat is ook een beetje een gematigde man in de richting van Romney. Dus dat kan voor hem nog wel vervelend worden. En verder heb je Rick Santorum. Die heeft in Iowa 8 stemmen minder gehaald dan Romney. En dat is een heel erg sociaal-conservatieve figuur... die zijn leuzen achter hem hangen bij zijn bijeenkomsten... zijn faith, family, freedom. Dus dat, en erg homofoob, geloof ik, hè? Ja, hij is zeer tegen het homohuwelijk. Hier zie je ook... wat van zijn kinderen. Een kleine greep uit zijn kinderen. Hij heeft 7 kinderen en die heeft hij allemaal gehomeschoold, zoals het heet. Dus dat is ook in Iowa ook een grote beweging. Ik heb die mensen ook gezien altijd met lange rokken aan. Een beetje een staphorster variant. Dus die voeden hun kinderen thuis op en geven ze daar ook les. Want ze vinden dat de school niet genoeg aan het geloof doet. En deze man is zeer tegen... Hij wordt belachelijk gemaakt in een filmpje dat gaat over zijn naam. En over zijn homofoob zijn. Laten we even kijken. Rick Santorum is getting his bubble. Google it. Comments are highly inappropriate for a family television program like this, so we can't reveal them. But suffice it to say, they are in response to comments that Santorum made years ago that were critical of homosexuality. This is somebody who has been demonized and by the gay rights movement in this country for quite some time. All you have to do is Google his name and you're going to get a pretty nasty result. If you try to learn more about Santorum, you might Google his name, but be warned, you're likely to be unpleasantly surprised. Yeah. Ja, een glijmiddel dus. Goed. En erger nog. Maar goed. Het is allemaal vies genoeg al. Tot slot nog even. Morgen, dat is wel duidelijk, Mitt Romney. Dan krijgen we daarna South Carolina. South Carolina is 21 januari. En dat is weer veel conservatiever publiek. Want hier in New Hampshire, dat is de oostkust. En daar wonen niet zoveel religieus georiënteerde mensen, maar wel in South Carolina. Dus daar kan Romney het nog weer moeilijk krijgen. En daarna komt Florida. En dat is weer een staat waar het heel erg aankomt hoeveel geld je hebt, omdat hij zo groot is. En Romney heeft het meeste geld en de beste organisatie. Hij is natuurlijk echt de best geoutilleerde kandidaat van allemaal. Maar er kan altijd nog iets raars gebeuren. We verheugen ons erop.